Zo dames, ik was nog even lekker de warme chocomel halen. Ik denk dat kunnen jullie er vast rustig even inloggen om gezellig mee te kijken. Kijk ik even of dat ik jullie commentaren, opmerkingen en gezelligheid kan volgen daarbij. Oh, ik zit wel heel lastig met het licht. Zou iets draaien. Ja! Kijk, ik zet hem aan, ik pak de chocomel, ik kom terug en er zitten al 65 mensen gezellig weer te wachten. Ik zeg, gezellig, toppertje. Ik zie ook wat nieuwe gezichten voorbij komen. Wees welkom in deze gezellige groep. Mocht je voor de eerste keer meekijken of al een paar keer hebben meegekeken en je weet het toevallig nog niet... Ik heb ook mijn eigen website, www.dehobbytante.nl. En op Facebook heb ik ook creatief met de hobbytante. En dan plaatst iedereen lekker allemaal dingen die hij zelf thuis geknutseld heeft. Dus plaats daar lekker een foto van de dingen die je gemaakt hebt natuurlijk met de producten van de bekendere merken, om het zo maar te zeggen. Ik kreeg vandaag een berichtje van Margreet. Ik weet niet of dat Margreet nu ook meekrijgt. Maar die zei van, zou je voortaan misschien als tip willen beginnen dat je klaarlegt waarmee je gaat werken of wat we gaan maken of wat je gaat doen. Dan is dat makkelijker als we later weer een video terug willen kijken, want anders begint het allemaal met een zwart scherm, zeg maar. Dus bij deze, vanavond Studio Leidavond, noem ik het maar even. Kijk Margreet, gelukt hè? we hebben natuurlijk die mooie serie Celebrate New Beginnings binnengekregen. En nou, ik zie hier en daar wel wat dingetjes en voorbeeldjes al voorbij komen online. Maar ik zal even snel de producten aan jullie laten zien. En dan ga ik hier een leuke kaart mee maken. Wat het gaat worden weet ik nog niet eerlijk gezegd. Ik heb het standje alleen even uitgeprobeerd. Omdat ik wilde kijken hoe, van tevoren hoe dat die gevouwen moest worden. Maar hij is echt super simpel moet ik zeggen. Ik leg hem even aan de kant. Pak er lekker een kop koffie bij of een kop thee dames. Of misschien ook wel een warme chocomel. Ze hebben wat mooie stempels. Even kijken. Er is vandaag weer heel veel voorraad binnengekomen, gelukkig. Ik zal ze even zo neerleggen. Kunnen jullie ze ook zo bewonderen? Oh, José heeft net gegeten. Sylvia, gil maar even naar beneden voor een warme chocomel. Kan die best voor je doen. Lydia is lekker aan het koffie drinken en aan het haken ondertussen. Toppie. Er zijn een viertal nieuwe stempels in dit formaat. Ik mis er eentje, maar die had ik helemaal uitverkocht. Dus vandaar dat ik er even drie kan laten zien. Heel leuk, met embossingpoeder, randjes, langs kaarten. Erg leuk. Hier wat bloemetjes en takjes. Hier kun je natuurlijk een klein stekstempeltje nog in doen. En ook deze, echt super gaaf weer. En dan hebben we van de grotere stempels. Deze. Ook super mooi. Oh kijk, Ineke zei ook al, die heb ik. Ik wou zeggen, ik had hem vandaag verzonden. Of gisteren verzonden, laat ik het zo zeggen. Dus dan heeft Ineke hem vandaag al binnengekregen per post. Kijk, Monique ook aan de warme chocolademelk. Ine aan het water. Ook lekker, ik heb ook een glas water naast me staan hoor. Dus deze, super mooi. En ik zal even de achterkanten laten zien.
Dan spreekt net iets meer dan zo'n hele kale stempel, om het zo maar te zeggen. Dus ziet er weer super mooi uit. Deze ook mooi voor op een label. Je kan natuurlijk ook een gedeelte van de bloem stempelen. Deze erg leuk om nog te doodelen en te doen. Dus dat zijn even de stempeltjes in Vogelvlucht. Ja, Marleen, dat is de nieuwe serie van Studio Light. En hij is echt super gaaf. Dan hebben ze papierblokjes. De bruine en de blauwe. En je ziet daarop al de patroontjes die erin zitten. 36 vel weer, 3,95. Extra leuk. Geprijsd. Kan je ook niks van zeggen. Kunnen we natuurlijk weer hartstikke leuke dingen van maken. En kijk eens wat een mooie patronen. Beetje stoerder. Mooie basispapier. En we hebben de blokjes met de die-cuts. Of de paper elements noemen ze dat. Ik zal hem even zo doen. En overal zitten twee velletjes van in. En het thema New Beginnings kan natuurlijk slaan op trouwen, op verhuizen, op baby. Eigenlijk op al dat soort dingetjes. Of gewoon je koffers pakken en weggaan. Dat kan natuurlijk ook. Allemaal leuke plaatjes die daarmee te maken hebben. Hier zie je de verhuisdingetjes. Hier mooie bloemetjes. Kijk eens die babydingen. Oh, daar ben ik zo verliefd op. En dames, jullie weten het. Wat je openmaakt, mag je houden. Dus waar ik vanavond mee ga werken, ga ik nog lekker voor mezelf gebruiken. Ik heb net een kwartiertje van tevoren alles nog even geüpdate online. Dus daar staan weer de blokken en het papier, de die-cuts en alles bij je in geleverd. De voorraad staat er netjes bij. Kijk, hier trouwerij. Hier wat basiselementjes. En het fijne is als er twee stuks in zitten, dan dan durf je dat ook nog wel te pakken, zeg maar. Anders zijn we zo voorzichtig. Hele mooie bloemetjes. Broekzak nog. Beetje wat stoerdere dingen erin. Echt super gaaf. Dus dat zijn deze. Dan hebben we nog wat standjes. En ik zal ze gewoon ook even uitleggen. Ik ben helemaal verliefd op deze. En dan mis ik er ook eentje van, volgens mij. Even nadenken. Oh ja, met een beertje en met de champagneflesjes. Dus ook deze mooie mal voor aan de hoek van een papier. Voor aan je kaart. Leuk een eigen taart samenstellen. De veren. Mooi, lekker grof. Ik denk wel een centimeter of even kijken hoor. Kijk, 12,5 centimeter. Even zo gemeten natuurlijk, hè. Het lijkt heel, heel groot. Massaal voor ergens op. Maar het is natuurlijk gedetailleerd. Dus het zit niet helemaal dicht. Dus dan kan het ook nog wel leuk zijn voor op een kaart. Dan heb ik nog twee grote snijmallen, maar die zal ik zo even laten zien. En twee embossing folders. En de embossing folders gebruiken we toch altijd een beetje te weinig, vind ik persoonlijk. Ik vergeet het ook vaak hoor. Hier was van de week al wel een Facebook Live mee geweest. Van Studio Light. Embossing folder met een snijmal erin. En hier een embossing folder ook met een snijmal erbij.
Weer zo'n vrolijke, mooie collectie. En dan hebben ze twee grote snijmallen. En dat is deze. Dat is natuurlijk prachtig voor een label. En ze hebben degene die ik net liet zien, waar we de kaart van gaan maken. En die zijn echt super gaaf. Ze passen gewoon door een A5 machine, dames. Ook wel fijn om te weten. En dan hebben ze natuurlijk die grote 30-30 pellen nog. We hadden van de week de blauwe en de bruine al gezien met de condoliance kaarten. En ze hebben ook... Oh, die had ik hier neergelegd. De velle papier in A4. En dan heb ik hier nog eentje naast me liggen, een set. En deze gebruik je dus gewoon voor je kaarten. De achterkant is ook nog eens lekker stoer, dames. Beetje wat neutraler. Dus super, genoeg leuke dingen weer om eventueel voor te gaan sparen. Zo, ik zet de spulletjes even netjes in het mandje weer naast me neer. Dan heb ik een beetje een systeem erin zitten. En ik heb vandaag ook de lange mallen weer op voorraad gekregen voor diegenen die ze nog graag willen. José zegt, hoeveel vellen in een pak? Er zitten er meerdere in een pak, maar ik verkoop ze ook per stuk. Dus je kan ook gewoon voor één velletje kan je hem bestellen in de webwinkel. En volgens mij zijn de A4 vellen 75 cent en de A of de 30,5 vellen zijn 95 cent of een euro daar ergens in de buurt. Dan hebben ze ook nog... Kijk, ik ben al aan het knippen geweest, zien jullie al, hè? Ik heb er al wat stukjes uitgehaald, net even. Ik moet namelijk nog een babykaartje even maken. En ik dacht van, dan haal ik daar gewoon even wat dingetjes uit. Even uitknippen op mijn gemakje. Oh ja, dit is een van die andere papiervellen, maar die hadden jullie al gezien. Het mooiste vind ik ook die achterkant. Die is natuurlijk weer perfect te gebruiken als basis voor het stoere wat we gaan doen. Ik had hier wat dingetjes uitgeknipt. Er zijn natuurlijk verschillende dingetjes mogelijk. Met deze serie, zoals ik al zei, kan je iets met koffers doen of met verhuizing of met baby. Of je kan iets doen als basis. En dat je er toch weer bloemetjes en dergelijke op maakt. Ik heb de basis al even uitgestanst. En ik moet zeggen daar... Oh ja, kijk, hier heb ik nog een ander stukje van het scrapvel. Deze heb ik gewoon even uitgestanst. En dat is deze buitenste laag geworden. Oh, volgens mij valt die net op de grond. Dus altijd een stukje die dan weer... Even valt. En wat ik heb gedaan, is gewoon deze door de machine riem gehaald. Wacht heel even hoor, volgens mij zitten de kinderen elkaar in de haren. Hé! Hey. Zo, die zagen geloof ik wel aan mijn gezicht dat ik er even klaar mee was. Dan gaan we weer verder. de basis had ik al even uitgestanst. Want ik dacht van, vanmiddag hoe gaat het nou? Want er staat natuurlijk op de verpakking dat het een fun pop-up card is. En ik heb hem gewoon even naast me neergelegd. En toen dacht ik van, oh ja, dit gedeelte moet aan de voorzijde.
En dan komt dit gedeelte op de een of andere manier omhoog. Wat ik gewoon heb gedaan is eerst dit dubbel heb gevouwen. En dan deze rillijnen, die zitten hier aan de zijkant nog twee. Ook eventjes gevouwen, nog eventjes een scherper gemaakt met een vouwbeentje. En dan zie je eigenlijk al vanzelf dat dit het modelletje is. En hij blijft natuurlijk staan als je hem wat verzwaart. Kijk, hier heb je er natuurlijk wat dingen opgeplakt. Kijk, het is niet helemaal netjes geworden. Dus ik dacht van, nou ja, toch maar even een nieuwe maken. Maar ik wilde dat gewoon heel even zien hoe dat in zijn werk gaat. Dus dan is dit heel eenvoudig al de basis. Nou, zorg ik dat ik dit even terugvouw. Want als je hem natuurlijk, hij draait tegen draads. Dus dan heb je hier die randjes naar boven blijven staan. Dus doe ik gewoon even met een vouwbeentje even weer recht maken. En dan is dit de basis van de kaart al. En dan gaan we hem natuurlijk versieren. Heeft iemand een... die zegt van, nou, ik wil wel graag... op de verpakking gebruiken ze het mondje. Ja, dat klopt. Dat is deze. Maar ik ga zo meteen hier een tekstje plakken. Dus daar rust hij bij mij al tegenaan. Wat we gaan doen. We kunnen verhuiskaartje, we kunnen babykaartje maken. We kunnen bloemenkaartje. Iemand de voorkeur. Roep maar als Monique zegt bloemen. Doen we dat gezellig. Zo, dan kunnen de knutselspulletjes. Bloemen en baby, bloemen, baby. Oh, verhuis, baby. Bloemen. Bloemen. Baby, bloemen. Bloemen. Verhuis. Nou, dames. Jullie maken me nog lastig ook. Ik kan natuurlijk niet iedereen gelijk geven. Hè? Nou, maken we er toch een leuke bloemenkaart van. Pak ik gewoon deze er even bij. Dan ga ik niet nog uit zitten knippen, dames. En dan gaan we even kijken welke bloemetjes we erop gaan maken. Kijk, er kan natuurlijk heel veel leuks op. Zelfs nog een bakje popcorn zie ik al. Even kijken hoor. Kijk, gaan we er wel zo'n plaatje lekker op doen. En dan gaan we die een beetje decoreren. Oh, deze is ook heel leuk. Nou, gaan we weer verder. Dan ga ik morgen even op mijn gemak even de babyversie maken. En dan zet ik die er ook nog even op. De bloemen zijn inderdaad in de meerderheid. Nou, ga ik in ieder geval even kijken welk kleur papier ik erbij zou willen gebruiken. Deze is natuurlijk wel toepasselijk met allemaal bloemetjes erop. Deze is ook heel erg mooi. Ik denk dat we gewoon lekker even spieken. Die is ook mooi. Even kijken welke hadden we tussen de A4 vellen zitten. Ik doe gewoon een beetje gek. Ik doe lekker deze. Beetje kleur erin, zeggen we dan.
Wat we gaan doen. Deze basis hebben we al uitgesneden. Die leg ik even naast me neer. Dan kunnen we of... wacht, die hoort hier. Hier de streepjes doen. Nou, misschien is daar wat rustiger wel mooier. Combineer hem even met een ander velletje erbij hoor. Deze. Beetje heftige kleuren, maar dat mag ook wel hè. Doe ik deze voor de onderkant. Even uitstansen. Zo. Ja. En dan haal ik hier de bovenkant uit. En de bovenkant is die mooie bloem. En die halen we uit dat mooie blauwe papier. Daar knalt die lekker. En dan halen we hier zometeen ook het stukje voor daaronder weer eruit. Dan ga ik hem eerst even deze. Oh, wacht, dat doe ik gelijk wel even met dubbelzijdige tape. Mocht je dat niet hebben, dames, kan je natuurlijk ook gewoon lijmen op je papier. Ik pak in dit geval dubbelzijdige tape gewoon aan de achterkant van mijn papier. Is in 3 maten verkrijgbaar, 10 centimeter breed, 3,5 centimeter breed. En degene die ik net had gebruikt is 6,5 centimeter breed. En dan stans je gewoon dwars doorheen. Ik haal hem gelijk even uit de machine. Even kijken, daar is de snijplaat. Zo. Dat is die. En dan doen we ook gelijk even deze even door de stansmachine. Even kijken hoe ik de streepjes wil natuurlijk. Oh, ik loop met de plaat hierin. Zo. Oké, deze komt hierop. Oh, die gaan we gelijk even. Monique zegt, waar vind ik die tape? Bovenin staat in de webwinkel. Basis. En dan staat die onder het kenmerk lijm en tape. En ik zag in de webwinkel dat volgens mij de lijm van Dutch de Bedoe ook is uitverkocht. Maar ik heb gelukkig vanmiddag weer 30 flessen voorraad binnengekregen. Dus die zal ik nog even correct weergeven. Kan je natuurlijk ook met een borsteltje doen. Zo. Kijk eens hoe zie je hoe mooi dat hij is. Kijk, in dit gedeelte kan je er ook nog uithalen. Dat is zo'n extra laagje, zeg maar.
Maar misschien is het ook wel leuk om erin te laten zitten. We gaan even kijken. En hier nog even wat dingetjes eruit. Oh, die is wel heel mooi. Je kan ook nog, zoals je hier ziet, heeft hij nog een tussenlaagje erin zitten. Dit zou je ook nog weg kunnen halen. Maar dat kunnen we wel doen. Dan is die iets mooier open, zeg maar. Kijk, en nu is hij wat. Is hij niet helemaal doorgedrukt. Maar dan moet je ook nagaan dat ik natuurlijk. En het papier ertussen heb zitten. En de tape. En de tape heeft ook nog aan de achterkant natuurlijk dat plastic zitten. Dus je kan al zien hoe goed de snijmal zijn werk doet. Zo, dan is alles eruit. Zo, doe ik dat even aan de zijkant. En dan zit er aan de achterkant nu zo'n wit laagje. En dan is het helemaal gelijk in één keer voorzien van lijm. Dat kan je gewoon heel simpel weghalen. Even met een pincetje. Dan hoef je namelijk niet alle stukjes meer apart op je papier te lijmen. Nadeel is als ik het vastplak, plak het natuurlijk wel lekker aan mijn vingers. Het lijkt priegelwerk, maar valt best mee hoor, dames. Kijk, en nu is die helemaal, de hele achterkant is voorzien van lijm. En dan gaan we hem even goed leggen. Als we hem vastplakken op papier, want dan moeten ze natuurlijk wel in één keer goed zijn. Oh. Die hebben we nog nooit zo stil gezien, hè, dames. Heel iets opschuiven nog. Kijk, dan druk je hem gewoon vast. En dan zit hij gelijk helemaal gelijmd. Hoef je er geen drupjes meer onder te doen. Kijk eens hoe mooi dat hij dan het plastic er weer afhaalt. Dus dan is dit al de basis. Dit kan natuurlijk ook heel mooi gewoon als babykaart met dat blauwe. En dan doen we alleen hier nog even een beetje dat. Dan is dit stukje wel erg leuk. Misschien is die dan zo wel erg mooi. Dan haal ik deze nog even door de machine heen. Oh ja, ik had net mijn plaats meegenomen naar mijn bureau. Oh, hoorden jullie hem? Lekker aan het knappen.
Zo, gaan we deze even lijmen. Ja, dit is inderdaad weer zo'n mooie serie met een hele hoog hebgehalte. En ik moet zeggen, Studio Light heeft altijd van die mooie producten en het is nog redelijk betaalbaar ook. Zien jullie hoe mooi dat hij is? Alleen al als hij zo is. Zo. Even kijken. Dan gaan we even wat decoratie voor de bovenop doen. Hier bovenop. Even kijken. Dan hebben we wat bloemetjes nodig. Want jullie wilden graag met bloemen. Kijk, dit zijn wel weer van die fijne dingetjes voor mij natuurlijk. Want ik ben niet zo goed in dat knippen. En zo heb je dan toch wel heel makkelijk van die leuke plaatjes. Even kijken, wat hebben we nog meer voor leuks? Oh, deze is ook leuk, hè? Ik haal ze er gewoon even een paar uit en dan zien we wel welke we wel en niet gebruiken. Zo. Kijk of er ergens anders nog een beetje van het groene is. Zie je? Kijk, mijn warme chocomel staat er nog op. Oh, die is misschien wel leuk om hier tegen te houden. Even kijken wat voor leuke dingetjes we nog meer hebben hoor. Ja, ik wil toch ook wel zo'n takje nog eventjes. En ik haal hier even het woordje relax eruit. Kijken of er nog meer op dingen of verliefd wordt in één oogopslag. Oh ja. Ik vind het ook wel leuk om hier misschien nog wel even iets overheen te plakken. Kijk ik even welke mooier is. Dan gaan we op voor deze. Oh, ik doe twee vellen tegelijk. Kijk. Die weer hier bovenop. Deze is een beetje too much. En anders doen we dat gewoon even van een stukje wit papier. Of gekleurd papier, dat kan natuurlijk ook. Even kijken hoor. Ik heb hier nog een ponsje liggen. Heb ik nog ergens een stukje wit over. Kijken hoe dat staat dan. Kijk, dit is ook wel heel mooi natuurlijk. Bekijk gewoon even wat opties. Nee, dat is een beetje zonde van de afbeelding. Zo. Die gaan we daarop doen. Dat is in ieder geval zeker. Hier een beetje weer lijm achter. En dan hebben we wat foamblokjes nodig natuurlijk. Ja,
dit is een nieuw boekje, Gesine. En hij is echt super gaaf. Oh, dit is misschien ook wel leuk, hè? Te veel ideeën dan, hè? We gaan over gewoon wat dingetjes neerleggen. Even kijken, die is wel mooi erbij. Doe gelijk even foam erachter. Eigenlijk is die met één of twee bloemetjes erop, is die ook al heel erg mooi, hè? Ik wou zeggen, we hebben mijn pins, toch? Inderdaad, weer die keuzestress. Ja, leuk, klaar. We weten hem al. Meestal leg ik dat eerst even op papier en dan ga ik het pas vastplakken. En bij mij komt het nooit zo heel nauw, maar ik heb dan wel in mijn hoofd wat ik ongeveer leuk zal vinden. Kijk eens hoe leuk. Dan kan deze er nog bovenop. Maar die blijft iets rustiger. Dus daar kies ik voor. Ik ben natuurlijk ook een heel rustig persoon. Hè? Nee, ik laat hem lekker zo. Kijk eens. Ja, dat vind ik echt mooi. Dan doen we deze aan de voorkant. Zijn jullie ook zo altijd lekker aan het kliederen als jullie ergens mee bezig zijn, dames? Kijk even tot waar ik hem wil hebben. En dan zet ik daar het papier tegen, of het strookje tegenaan. Kijk, dan blijft hij daar mooi achter zitten. Dat was mijn idee zonder dat lipje, zeg maar. En natuurlijk kan je hem hier nog verder een beetje oppimpen. Nee, we doen het niet. Ik vind hem zo wel geweldig. Ik zal hem even een beetje kantelen. Dan zien jullie hoe dat hij geworden is. Heel eenvoudig. Maar wel super leuk. En natuurlijk als je hier een kratje doet. En die snij je hier een klein stukje open. En je laat daar zo'n schoentje uithangen. Kijk eens hoe mooi. Vliegtuigje. In de speelgoedkist. En hier nog zo'n
Zo'n blaasdingetje, zeg maar. Kijk, is die ook echt super leuk als babykaart, hè? Dus die zal ik nou even maken voor jullie. Dan is dit hem. Heel eenvoudig. Super mooie mal. Leuk model, wil ik zeggen. Volgens mij is de mal ergens rond... wat zag ik nou? 10,95. Zo ergens daar in die buurt. Als jullie kijken op de website. Dan heb ik de gebruikte materialen van vanavond heb ik even bij elkaar gezet. Zodat het wat makkelijker is, zeg maar. Om te kijken wat het kost. En eventueel als je wilt bestellen. Dan ga je gewoon naar www.dehobbytante.nl. Dan staat er op de beginpagina, je scrollt iets naar beneden, staat Facebook Live en dan de datum van vandaag, de 27e. En als je daarop klikt, dan zie je daaronder alle producten die ik gebruikt heb. Daar staat de papier op, daar staat de mal op. En ik zal even kijken hoe duur de mal kost. Ja, de mal is 10,95. Papierblokjes zijn 3,95. De grote vellen 95 cent. De A4 vellen 75 cent. En ga zo maar verder. Dus dit is het kaartje voor vanavond. En dan zal ik morgen of overmorgen even het babykaartje voor jullie posten. Dan heb je ook een idee hoe dat eruit kan zien. En dan zal ik er ook nog even eentje maken met voor het verhuizen. Ik heb een blokje toch open, hè? Kan makkelijk. Dus dit is de live weer voor vanavond, dames. Ik zou zeggen allemaal dankjewel voor het kijken. Super gaaf weer. En sommigen tot morgenavond. En de anderen zou ik zeggen tot zondag weer. Groetjes! Doeg!